Ja, machteloosheid. Dat gevoel, het is gewoon machteloosheid. En wat je net zegt, boos, verdrietig. Ik kan open gaan, maar je weet eigenlijk al met je berekeningen, met je calculator daarnaast, want we kunnen allemaal rekenen, dat je eigenlijk al tegen beter weten in open gaat. Ja, het water staat gewoon aan onze lippen en staat al maanden liggen de rekeningen nu opgestapeld. Alleen op een gegeven moment is het einde zoeken en dan is de vraag van ja, hoe ver ga je nog de boel financieel uit je reservepot halen. Als die straks op is, kun je ook nooit meer opnieuw beginnen. En als je dan nog een BV hebt, dan heb je nog een mazzel dat je de stekker uit kan trekken. Als je een eenmanszaak hebt, dan word je gewoon financieel kapot gemaakt. En dan moet je de schuldsanering in en dan is het gewoon voor jou einde verhaal. Voor ons is die anderhalve meter gewoon echt het grootste probleem. Een draagvlak bij de gasten is nul. En wij staan echt een beetje in tweestrijd. Omdat ja, aan de ene willen we de regels handhaven. En aan het andere moment hebben we zoiets van ja, ze kunnen wel geld brengen, maar we mee de ondernemer overeind kunnen houden en alle monden kunnen voeden. Wat kunnen we doen? Ja, wachten. Op je knieën gaan en smeken dat de pandeigenaren en het kabinet op de een of andere manier iets verzinnen. Waardoor de boel weer open kan en draaien kan zometeen. Of dat je financieel gezien moet je op een gegeven moment ergens denken bij jezelf, ja jongens, waar zijn we nou mee bezig? Dus het ligt ook niet echt aan mij of dat dan ook in erin gooit. Het ligt echt aan het kabinet.